Kijk, dit is Rotterdam. Het is toch een prachtige stad. Het bruist, het werkt. Handen uit de mouwen. De mensen hebben hier ook de juiste mentaliteit. Je mag hier ook gewoon succesvol zijn. Je mag hier ook gewoon je ballen uit de broek werken. Zat ik inderdaad die eerste week achter mijn bureau in Rotterdam. En het was natuurlijk wel grappig. Want je doet dan op dat moment alles. Hè? Je bent de marketingmanager, maar je bent ook de wegbrengmanager. En je bent ook de inschrijfmanager. En je moet ook nog bedenken hoe je mensen binnen gaat krijgen. Je moest zelfs bedenken waar je meubeltjes haalt. Dan sta je niet meer stil. Maar je moest daar echt nog wel even over nadenken. Maar uiteindelijk zit je daar dan. En dan heb je dus eigenlijk een stuk of 20 petten op. En 's morgens ben je nog mensen weg aan het brengen. Ondertussen gaat de telefoon gewoon. Dus dan maak je afspraken om mensen in te schrijven. Is natuurlijk wel een hele gave fase. Je bent alleen wel alleen. Hè? Je kan het nog niet vieren met iemand. Maar ja, de eerste mensen die je dan aan het werk gaat zetten. En daar word je natuurlijk wel blij van. Dat vier je dan met jezelf. Maar uiteindelijk ben ik wel diezelfde energie, attitude, mentaliteit gaan zoeken. Waar zou ik nu een vestiging willen openen? We zijn natuurlijk op zoek naar een landelijke dekking. Waar zijn we nog niet dan? Dan moet je denken aan Amsterdam, daar zijn we nog niet. Dat is best gek. Maar ook Friesland, maar ook Limburg. Een partner is iemand die al jaren in die uitzendbranche rondloopt en nu al voor zichzelf wil gaan beginnen. Nu zelf al weet hoe het moet. En ook zelf de vruchten wil gaan plukken. Maar misschien niet de middelen heeft, noemt het een paar ton op zijn rekening, om dat te kunnen starten. Want dat gelijk goed aan te pakken met een vestiging, een personeel en collega's. Niet in je eentje op je zolderkamer, maar met een zichtbare vestiging. En dan ook doorpakken, doorbouwen naar meerdere vestigingen. Dat soort mensen, die zoeken wij. En die zijn er, alleen ze weten nog niet van ons model af. Als jij dat hebt, misschien ben jij dan onze nieuwe partner.